De ICT-associatie heeft gisteren een Memorandum of Understanding, MOU, ondertekend met GeoBusiness Nederland. De ondertekening vond plaats op de residentie van de Nederlandse ambassadeur Ernst Norman. Voor de ICT-associatie plaatste Robert Haan zijn handtekening onder de overeenkomst, terwijl Camille der Harten, Van der Harten, dat deed voor GeoBusiness Nederland. Met deze MOU wordt de intentie vastgelegd voor een intensieve samenwerking met als doel de relatie tussen ICT en Geo-IT bedrijfsleven in beide landen te versterken. Haan gaf aan dat zijn associatie al geruime tijd aan de weg timmert om de IT-sector een belangrijke plaats te laten innemen. Wij zijn, zoals u weet, al 5 jaar bezig om de Surinaamse ICT-sector vorm te geven of sterker te maken om een belangrijke verdienpoot van de Surinaamse economie te worden. We hebben in het kader daarvan ook deze week een ICT, of uitgeroepen tot ICT-week. En we zijn blij dat wij als gasten ook mogen ontvangen GeoBusiness Nederland, omdat dat voor ons enorme opportunities biedt. We zijn afgelopen jaren gefocust geweest natuurlijk op de Surinaamse economie, maar het is ook goed om te kijken van wat er daarbuiten gebeurt en welke groeisectoren of subsectoren in de ICT nog meer potentie kunnen bieden voor groei. GeoBusiness is voor mij en denk voor veel van onze leden een hele nieuwe subsector. Maar wat we gezien hebben de afgelopen dagen en ook uit de gesprekken met de verschillende gasten, de bedrijven die hier op bezoek zijn, heeft het een enorme potentie. Dus dat geeft hoop, nog meer hoop en inspiratie. Van der Harten geeft aan dat GeoBusiness Nederland een brancheorganisatie voor bedrijven is die werken met geo-informatie. Dat zijn vooral bedrijven die bezig zijn met grote maatschappelijke onderwerpen die ons bezighouden, zegt hij. Een voorbeeld hiervan is de manier hoe wij omgaan met de schaarse hulpbronnen die wij hebben. Wij zijn naar Suriname gekomen in december vorig jaar. Dat was toen in samenwerking met Kadaster Internationaal en met Emmy Glis. En wij gingen toen op een zoektocht in Suriname op zoek naar bedrijven waar wij mee zouden kunnen samenwerken. En in eerste instantie zijn wij op zoek gegaan naar bedrijven uit onze sector, uit de geosector. Maar wij kwamen toen al heel snel in contact met de ICT-associatie. En eigenlijk vanaf het eerste moment van kennismaking waren wij ongelooflijk onder de indruk over de mogelijkheden en de capaciteiten die de Surinaamse ICT-sector heeft. Het is, denken wij, een sector die nog heel sterk aan het ontwikkelen is, maar die ook de goede kant op ontwikkelt. En wij hebben toen ook gedacht dat wij niet op zoek moesten gaan naar geobedrijven per se, maar dat de ICT-associatie voor ons een uitstekende partner is om samenwerking op te zetten en samen te gaan werken om te kijken hoe wij van elkaar kunnen leren, maar hoe we ook werk onderling kunnen uitwisselen en hoe we kunnen meehelpen om ook de ICT-sector in Suriname op een hoger plan te zetten. Van der Harten zegt verder dat deze samenwerking gericht zal zijn op het uitwisselen van kennis en ervaringen. De MOU zal zich in eerste instantie richten op het versterken van de digitale infrastructuur. Ook zal er onderzocht worden op welke manier en op welk gebied bedrijven met elkaar kunnen samenwerken. De bedoeling is dus dat na deze ondertekening er actie ondernomen zal worden.